Yo dames en heren, ik ben Tobolf en welkom bij een grappige Clash of Clans en Clash Royale video. Ja jongens, in de vakantie dacht ik namelijk, laat ik een clan gaan maken. Dus ik heb nu een clan bij Clash of Clans en een clan bij Clash Royale. Laten we meteen naar Clash of Clans gaan. Dit is mijn dorpje in Clash of Clans. Super schattig. En ik ben nu bezig met de muren, dus let daar maar niet op. En let ook niet op de prullenbak linksboven in het scherm. Genoeg gezien, ja. Nou, mijn clan heet namelijk Tobolf Army. De officiële clan van YouTuber Tobolf. En je hebt, lees dat maar ooit. Ik heb op dit moment 5 leden. En inclusief mijzelf hebben we 6. Nog 4 leden en we kunnen onze eerste clan war starten. Super tof. Ja, gewoon lekker joinen. Tobolf Army. Kom je in de clan, kunnen wij elkaar helpen, kunnen wij jouw troepen doneren, kunnen we gewoon elkaars dorpje aanvallen. Wil je joinen en weet je niet hoe, ga dan naar clan zoeken en vul in. Tobolf Army, zoeken. En dan klik je erop en dan hier. Ja, bij mij staat verlaten, maar daar doe je dan het joinen. Doen. En nu gaan wij naar Clash Royale. Dit is Clash Royale. Ik heb 1439 trofeetjes. Gemiddeld, vind ik. Ja, Arena 5, super chill. En hier, bla. Dit is mijn clan, oftewel Toe-clan. We hebben hier 7 mensen, inclusief ik, Tobolf. En ik ben gek genoeg de beste. Hoe kan dat nou? Maar hier, hetzelfde verhaal. Als je hier joint, kunnen wij jou helpen, we kunnen elkaar kaarten doneren, we kunnen elkaar gewoon lekker een potje tegen elkaar spelen. Gewoon lekker met een vriendelijk gevecht. Gewoon lekker joinen. Ja, hetzelfde verhaal, weet je niet hoe het moet, ga naar zoeken en klik in. Toe-clan, en dan kom je ook hierop uit, klik erop en dan hier op joinen. Dat is alles van Clash Royale. Dit is alles wat ik kwijt wou. Gewoon lekker spelen, Clash of Clans, Clash Royale, joinen. In de beschrijving staat korte clannaam, ben je het al gek genoeg vergeten. En dan zie ik jullie bij de eerstvolgende normale video, want ik ben weer terug van Griekenland. En ik moet even weer bijkomen. Klinkt gek, maar lange vliegreis naar Kreta, ja. Later!